De Autoriteit Persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 290 miljoen euro. Dat is de hoogste Nederlandse privacyboete ooit. En Uber krijgt die boete omdat het persoonsgegevens van Europese chauffeurs naar een Amerikaanse server stuurt. En volgens de toezichthouder heeft Uber die data vervolgens onvoldoende beschermd. Gaan we over praten met techjurist Menno Wij van BDO Legal. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in de studio. Ja. Dank je wel. Um, ik begreep dat jij vol verbazing naar de uitspraak heeft zitten kijken. Ja, want je zegt het al in de aankondiging. De aanname, en dat heb ik meneer Wolfsen vanochtend ook horen zeggen bij jullie live. Is uh, dat uh, Uber dingen doet die daglicht niet kunnen verdragen. En onvoldoende beschermd. Maar deze zaak gaat puur over de vraag: Had Uber een document moeten tekenen. voor die doorgifte naar Amerika? Terwijl de Amerikaanse Uber gewoon zelf zegt: Weet je, ik hou maar aan de AVG sterker nog. Ik denk dat de privacywet, de AVG direct op mij van toepassing is. Waarom moet ik dan een aanvullend document zeg maar, invullen en tekenen? Wat Daar voor document is dat? Ja. ja, dat zijn de zogenaamde Standard Contractual Clauses, dus clausules die you, de Europese Commissie in het leven heeft geroepen. Vanuit de situatie als er, zeg maar, nou ja, een exporteurpartij in Europa aan bijvoorbeeld Amerika een importeur gegevens verstrekt. Um, en dat heeft alles te maken met een Schrems 2 uitspraak die we hier eerder hebben besproken. Uh, en die zijn in de levensgroepen na die uitspraak, dus in 2021, een keer aangepast. Um, en dus is de vraag, is er überhaupt sprake van doorgifte? Dan, moet ik wel, dan zou Uber Nederland dus aan Uber Amerika iets moeten verstrekken. Ja. En Uber zegt, um, de chauffeurs hebben ook direct contact met die Amerikaan. En de chauffeurs zijn de betrokkenen in ons uh, vakje groen. Uh, dus kun je al überhaupt de vraag stellen: is het doorgifte? Als dat zo is, dan is stap 2... die Standard Contractual Clauses proberen te bewerkstelligen dat een Amerikaanse partij of een partij ergens anders in de wereld zich houdt aan de AVG. Maar wat ik al eerder zei, dat is hier helemaal niet de discussie. Uber-Amerika zegt eigenlijk: die AVG geldt voor mij ook. En volgens mij doen ze heel hard hun best om zich daaraan te houden. Dus het is eigenlijk een formaliteit. Waar wel een ja. principieel karakter in zit. Is dit puur inderdaad het ondertekenen van een documentje. Ja. waar verder helemaal geen consequenties aan verbonden zijn? Nou, die hele uitspraak gaat niet over de vraag... heb je dingen gedaan die niet kunnen? Heb je onvoldoende gedaan om te die gegevens te beschermen? Die gaat over de vraag, had ik nou wel of niet... dat addendum die sterkte contract ook Dat is mijn afdronk van die hele uitspraak. Maar ja, het staat wel een flinke boek er dan tegenover. Voor zo'n ja. sim simpel uh, ondertekening momentje. Ja, en dan wordt daar, dat wordt onderbouwd met... ja, we vinden dat het een hele ernstige overtreding is. Nou ja, dan denk ik, ik vind het wel meevallen. Maar oké, okay, laten we daar nou eens in meegaan. Die doorgifte is al zodanig best een belangrijk ding. Laat dat heel helder zijn. Dan gaat het om soortgegevens. Uh, het gaat soms om een strafrechtelijk achtergegevens. Uh, nou ja, bijzondere gegevens die wij we ook wel noemen. Hè, dus het gaat niet financiële gegevens, het gaat niet om het mm. minste. Maar voor mij blijft staan: um, volgens mij doet Uber in de basis daar niks verkeerd. Uh, is het alleen het enige punt. Um, ja, had je dan het addenda moeten tekenen? Als je dat laat meewegen, al die aspecten in de hoogte van de boete, plus het is een hele grote club. En dat met veel bombarde hier op jullie zender verkondigen. Ja, daar vind ik iets van, zoals je hoort. Ja, <laughs> overduidelijk. Maar als het nou waar is wat de autoriteit persoonsgegevens zegt, dat ze inderdaad die gegevens. en dat ging om best wel privacygevoelige nee, gegevens: medische dat... zaken, ja. licentiegegevens, allerlei zaken over die chauffeurs. Ja. Als die daadwerkelijk slecht beveiligd op een Amerikaanse server staan, dus buiten de Europese Unie, is dat niet. Ook al werd dat in de uitspraak misschien niet zo expliciet benoemd. Toch een probleem? Dan zeker wel. Hè? Dus uh, gaat het om dat gegevens slecht beschermd worden? Nogmaals, doet Uber daar dingen mee die de chauffeurs helemaal niet weten? Daar hebben ze wel een klein track record. moeten we ook eerlijk ja. in zijn. Maar um, dan zeker wel. Maar volgens mij blijft staan... Maar ik val een beetje naar ja? nee, okay, Het gaat puur af. over de vraag... Hè? Dat doorgifte instrument. Moet je daar nou nu nog wel of niet wat voor ja. tekenen? En dan heb ik nog één ding wat ik denk ik wel belangrijk vind. Die standaardcontractuele clausules zijn een keer in 21 of 22 aangepast in overweging 7 voor degene die het wil nalezen. En dat doet de Europese Commissie. Daar staat: uh, ben je dus een importeur, dus ben je Uber-Amerika uh, en je bent gebonden aan de AVG, dan, ik, mijn, ik lees daar, dan mag je die clausules überhaupt niet gebruiken. En ik zag zo snel op LinkedIn dat de. Uh, Functionele gegevensbescherming binnen Uber wordt onafhankelijk intern toezicht We gaan ook daarop wijst. Van ja, er staat gewoon in die dingen dat je ze überhaupt niet mag gebruiken. Dus het is een echt een juridisch geneuzeldiscussie over, nogmaals, wel iets heel belangrijks. En dus principieel, maar blijf ik ook zeggen, die boete is hoog. En is het ja. ook logisch dat Uber zegt, ik ga hier uh, tegen in. Want ik vroeg in me inderdaad motivatie. af, waarom zou ze, als het alleen maar een handtekening is die geen consequenties heeft, waarom zou ze dan niet gewoon die handtekening zetten? Maar jij zegt, dan zou ze daarmee in problemen komen. Nou, je, je kunt hier twee kanten gaan. Je kunt zeggen, joh, Uber, uh, wat ben je nou aan het doen? Had nou gewoon dat ook nog getekend? En uh, weet je, dan was er niks aan ja, de hand want geweest. Want er risico Zeer van was 290 ja? miljoen boete. Ja, maar ik snap ook dat je als partij zegt, wij doen... Uh, nou, laat ik even niet voor ze inkluderen. Maar als je als partij zegt, wij gaan uit van dus die overweging. Hè, je hoeft het niet te gebruiken als die Amerikaan gebonden is. Dat is onze insteek. Er is dus geen discussie over mm -hmm. AVG geld. Nogmaals, in mijn optiek geen discussie over schend je dan... De uh, privacy van die chauffeurs. Um, sorry, heb ik even van. Apropos wat ik wou zeggen. Uh, dat ben ik even kwijt, pardon. Nee, echt... nou, laat ik je dan snel nog even een quoteje van uh, Aleid Wolfsen van vanmorgen laten ja. horen. Die was in de ochtendspits, dat zei al. En die zei dit. Dus als je de, de grip op je data bent kwijtgeraakt... en die hebt daar een serieus verhaal bij... en dan heb je beginsel, heb je recht op uh, wat dan heet uh, smarte gelden... immateriële schadevergoeding. Uh -huh. Dat moeten de chauffeurs in dit geval aanvragen bij de Franse rechter. Dus dan Juist. moet je een Franse civiele procedure uh, opstarten. Dat kan. En dat kan, en daar vind je ook iets van. Nou ja, hij zegt letterlijk, als je de grip op je gegevens bent kwijtraakt, wat ik eerder zei: voor een deel geven die chauffeurs het zelf af. En twee, zei um, hij, als uber er even in mijn eigen geworden iets mee doet, uh, wat je niet weet of je bent in je belang. Je moet een goed verhaal hebben. Dat zei hij. Je, je hebt er ja. een goed verhaal bij. Maar mijn vraag oprecht is: wat is dan dus dat goede verhaal? Als um, Uber Amerika zegt: ik doe mijn best om maar een AVG te houden. Dat is een en goed de verhaal. discussie gaat over wel of niet dat stukje papierwerk hebben getekend. Oké, okay, we moeten maar even afwachten hoe dit uh, gaat. Want ze gaan vast hier beroepje tegen Tech Menno Wij hartelijk dank van Video Legal.